Hallo deelnemers van de club. Ik hoop dat jullie nog een beetje volhouden thuis in deze tijd, de coronacrisis. Ik ga vandaag een leuke anti-verveeltip met jullie delen, namelijk de hat-trick. Ik ben Patrick, breakdance-leraar van de club. En vandaag gaan we leren de hat-trick. Ik ga hem één keer laten zien, daarna ga ik hem uitleggen. Wat je doet, je pakt je pet vast, je wipt hem één keer naar onder en naar boven en dan heb je hem weer vast. Hop, naar onder, hop, blijkt goed. Hop, naar onder en weer vast. Hop, naar onder en weer vast. En als je een beetje goed naar beneden drukt, dan ziet het er heel cool uit. Hop, naar boven, waar is het? Hop, naar onder en weer vast. Hop, naar onder en weer vast. Dat is de truc. En waarom heet het hat-trick? Omdat dit natuurlijk een hat is en een trucje is een trick in het Engels. Nou, wat je doet, ik zal even dichtbij doen. Je pak je, je klep, pak je hier vast. En je vingers zo ver mogelijk vonden. Niet hier. Hier pakken, dus dat is veel moeilijker, maar hier. En als je dan hem zo houdt en je duwt naar beneden zo. Dan komt hij automatisch zo erop rollen. En dan langzaam rolt hij dan weer terug. En dan pak je hem weer vast. En dan ziet het er zo uit. Hop, en weer terug. Oh, die ging niet goed. Het is best wel moeilijk. Ik oefen hem ook eigenlijk veel te weinig. Maar als je hem even goed kan, dan ziet het natuurlijk heel cool uit. Hop, en weer terug. Hop, en weer terug. Hop, en weer terug. Eén keer, een afstand, de hat-trick, pak ze vast bij je klep, duwen en weer terug. Oh, nog een keer. Duwen en weer terug. Duwen en weer terug. Die was goed. Duwen en weer terug. Oh, die was heel goed. Duwen en weer terug. Ik zou zeggen, heel veel oefenen. Ik ben benieuwd of het lukt. En succes, tot de volgende keer. Later.